ik ben door Tromtheater gevraagd om een boekingskantoor te helpen opstarten. Om lokale bands wat meer te supporten. Te helpen om aan meer optredens te komen. Juridisch advies te geven. Te helpen met webpromotie. En ja, daar zijn we nu net een beetje mee begonnen. Het grappige vind ik gewoon dat een theater die zou iets opstellen. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik vond het ook wel wonderlijk. Ja, het is vrij apart. Boeken altijd shows van hè, er komt nog niet een act altijd naar een theater toe om op te treden. En op een gegeven moment bestond het idee van alleen jonge acts hier laten optreden is stap 1. Maar als je daarna ook een beetje begeleiding kan geven daarna van hey, misschien kun je daar ook nog terecht. Ja, dan draag je gewoon weer veel meer bij aan een aantal bands die we tof vinden. En ik weet zelf als muzikant ook hoe lastig het is om aan nieuwe optredens te komen, een stap verder te komen. Dus als je dat ook voor andere muzikanten kan betekenen, ja, is gewoon super tof om te doen. We kennen die van de band Dat Scheelt, ja. Nederlandstalige rockmuziek. Daar is nog een festivaltje hoorn heen, Neushoorn. Ja. Maar even naar Tromtheater, want die ben je niet eens heel actief lieken te doen. Ja, of komt dat dankzij jij? Nou, weet ik niet. Ze zoeken wel veel meer samenwerking op. Ze doen heel veel verschillende dingen. Het leuke eraan ook is dat ze cultuur en zorg een beetje combineren. Dus mensen die niet helemaal aan baan komen of niet helemaal aan werk komen, die kunnen dan bij Tromtheater ook nieuwe dingen leren. Achter de bar staan, geluidstechniek, dat soort dingen. En ja, dus steeds meer jong bloed wat eruit komt van D-Drive en AVP die dat willen supporten en ondersteunen, denk ik. Als je met muziek bands kan helpen en daarmee de mensen eromheen ook weer, dat is alleen maar goed. Nou ja, en dus hij is hetzelfde, dan ben je zelf ook zien hoor, aan. Begin de band, Dat Scheelt. Ja, kom maar eens in het circuit te lonen. Dat is een behoorlijke opgave. Ja, precies. Wat je veel ziet is dat bands wel repeteren en spelen en liedjes schrijven. En als je dan eenmaal wat materiaal hebt, ja, hoe ga je dan verder? En hoe ga je om met gageverklaring, met contracten? En ik heb zelf op mbo opleiding gezeten en nu doen we Academie van Popcultuur. En ik weet ook dat als ik straks afstudeer, dan moet ik ondernemer worden in de muziek. En dat is al lastig genoeg, dus als mensen semi-professioneel aan de slag willen of misschien echt verder willen met muziek, is alle steun geboden. En ja, daar willen wij bij helpen. Ja. Tromtheater, dus een soort van boekingskantoor. Wat voor bands heim al genoeg? Of bands of muzikanten zich nog opjaan? Ze kunnen zich nog opgeven. Het is op dit moment zo dat we 5 bands hebben. Plunder, dat is Piraten, Polka, Punk, Zipora, Timan, goede zangeres. Voor Dat Scheelt doen we regelen natuurlijk ook even wat showtjes erbij. Newspaper Taxi, dat is een Beatles coverband. We zijn vanavond nog op zoek naar een aantal zangers en een aantal DJ's. Omdat we gewoon een heel breed assortiment willen hebben. Zodat we voor elke feest en gelegenheid gewoon toffe artiesten hebben. Ik ben even die eerste band. Polka, je hebt nog even? Plunder, dat is Polka Pirate Punk. Polka Pirate Punk. Ja, dat is inderdaad wat het is. Dan ben ik toch zijn status een beetje verstand van muziek hier. Forget it. Ja. Die mag ik keer live. Had je enig idee, Mike, of net? Pardon, sorry. Nee, had je enig idee wat voor soort muziek dat is? Nou, nee, ligt toe. Ja, nou, voor mij uptempo een beetje. Uptempo, woeste piraten, violen, accordeons, gitaar. Een beetje Flog & Molly-achtig, iets harder, maar dan in piratenkostuums en rum. Okay. Kijk, die bij jou melden als boeker of net? Ja, kan me wel. Nee, wij betalen je net. Maakt niet uit, ik neem zo'n keer mee. Ja, ga eens een mooie clip keren. Goed jongen, nou, eventueel kan DJ zich nog gewoon melden. Ja. Stageproject, betekent dat die stage dien is? Dat het project eigenlijk dien is? Nee, het is de bedoeling eigenlijk dat daarna andere mensen het oppakken. En ik ga ook die overdracht en begeleiding een beetje, ja, ik ga niet zomaar weg en dat dan weer instort. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Moet gewoon doorgaan. Moet echt verzorgen dat bands bij ons kunnen aankloppen en een stukje begeleiding krijgen. Meer informatie, Facebook, eventueel een site? Bookingen.tromtheater.nl. En 17 april hebben we de officiële kick-off in het Tromtheater. Spelen alle 5 bands gratis. Begint om 2:00. Dus lekker uitbrak op de zondag. Kom langs. Wordt hartstikke leuk. Tromtheater, Mickey's, 12 uur dus. De snijden Mickey's. Mij onder bezielende leiding van de heer Scheelt. Succes, jongen. Dankjewel.